De PALU gaat voor een geïntegreerde oplossing om het schuldenvraagstuk op te lossen. Dit haalde Henkram Nandenlal, ondervoorzitter PALU, aan bij het laatste debat van de debattenserie het economisch dialoog van de VES, VSB en de ICT-associatie. Nandenlal zei verder dat er onder andere gewerkt moet worden aan het herschikken van de rente en aflossingen van leningen die Suriname multilateraal en bilateraal heeft afgesloten. Hij gaf aan dat de rente en aflossingen ruim 44% van onze uitgaven bedragen. Ook zei hij dat de tekorten op de overheidsbegroting aangepakt moeten worden. De PALU-ondervoorzitter gaf verder aan dat er vooral geïnvesteerd moet worden in de productie. Hoe gaan we onze verdiencapaciteit omhoog brengen? We denken op de korte termijn 250 miljoen te lenen en met name ook het SRD-component. En we denken te lenen, met name het nationaal kapitaal dat we zien, want de overheid heeft geen geld. De samenleving heeft geld. Laten we dat nationaal kapitaal eindelijk investeren en de gelegenheid geven om meer geld te verdienen. Dat gaan we investeren in de productiesectoren. En we denken dus aan een aantal prioriteitsgebieden, waarbij we dus kijken naar projecten die gebruik zullen maken van infrastructuur die al bestaat. En die met heel weinig inputs tot productie zouden kunnen worden gebracht. De rijstsector is een goed voorbeeld van. 15.000 hectare zou extra in productie kunnen worden gebracht. Binnen 6 maanden 200 miljoen extra. De houtindustrie, die op dit moment 1 miljoen kuub produceert aan rondhout. 67 bedrijven die momenteel in die sector hout verwerken. Ongeveer 750 kuub aan verwerkingscapaciteit. Laten we daarvan de helft tot verwerking brengen, 500.000, dat zal je al gauw alweer 1,5 miljard extra opleveren. We werken van groenten tot diepvriesgroentes. We denken daarbij aan Kouseband, Sopropo en Tijerblad, 100 miljoen extra. 5 bananen, 2000 hectare, dat moeten we versurinamiseren en vooral ook differentiëren. De eetbananen, de bakovenbananen en de bakbananen en dat verwerken. Dat zal ons ongeveer 100 miljoen extra opleveren. Curtis Hofwijks, lijsttrekker van PRO in Paramaribo, haalde aan dat er overgegaan moet worden tot diversificatie van de economie om het land verder tot ontwikkeling te brengen. Tijdens de economische dialoog presenteerde hij enkele oplossingen. De houtsector. We exporteren zoveel rondhout. En met eenvoudige productiemiddelen door te investeren in machines. Onze efficiëntie van die machines die we nu gebruiken in de houtsector is op 45%. Terwijl in andere landen de percentage, de efficiëntie al ligt rond de 95%. Dus daar zouden we heel veel meer kunnen verdienen. Arbeidsplaatsen creëren. Dan praat ik over de pluimveesector. Nu hebben we naar schatting 8200 arbeiders. Als we de import van kip en kipdelen gaan reduceren met 30%, zal dat ons op jaarbasis een besparing van 12 miljoen opleveren. En we zullen daarmee ook 4000 arbeidsplaatsen kunnen creëren. Verder zullen we in de ICT moeten investeren. De wereldmarkt is daar, dienstsector. Als we praten over fiscaal, de begrotingen, we weten dat ons begrotingstekort enorm is. Met de huidige stand zou onze BBP met 10% moeten groeien voordat het over 6 tot 7 jaren sluitend is. En dat wijst de noodzaak dat we moeten gaan bezuinigen en onze inkomsten moeten gaan vergroten. Dus in de visie van de PRO is het zo dat er geen uitgaven mogen zijn waar tegenover er geen dienst of product staat. Curtis Hofwijks, lijsttrekker van PRO in Paramaribo. Hij sprak gisteren tijdens het laatste debat uit de debattenserie De Economische Dialoog. Deze dialoog wordt afgesloten met een nabeschouwing op weg naar het economisch debat 2020. Deze nabeschouwing wordt vandaag anders dan de voorgaande debatten live uitgezonden via ABC Televisie.